Dus wat we nu gedaan hebben is eerst de grondlaag erop voor de andere kleur. Hier een steigertje gemaakt met twee trappen. Dus één ladder daar, één ladder daar. Nou, je ziet het, balk, stevig, echt flink solide. Eikenhouten planken erover, dus nog steviger dan steigerplanken. Dus hierop staan is echt wel heel stevig. Dan, wat ik altijd fijn vind, is hier met een schuursponsje altijd één finale laag heel lichtjes aanraken, schuren, ook al doen veel mensen dat niet. Dan nog even een heel klam doekje, niet nat, maar klam, om gewoon het stofdeeltje eraf te pakken en dan kan er geschilderd worden. Tijd om te schilderen, met natuurlijk de beste afvlakverf hier, zoals we natuurlijk heel veel testen. Die kiezen we hier natuurlijk, want dit is de volledige regenkant, dus hier sowieso heel de goede verf. En natuurlijk ook gewoon een hele goede kwast. Ik zou er echt niet op bezuinigen. Dit is misschien wel een hele luxe, maar ik ben echt fan van goede materialen. Die maakt het resultaat zoveel mooier. Nou, ik ga verder met schilderen, want ik schilder nou met links. Ik wil het gewoon even laten zien, maar ik ga gewoon nu verder om hem netjes af te schilderen, gewoon met mijn rechterhand. Bedankt, hopelijk waardeer je hem met een duim.